Dan een nieuw hoofdstuk in de toeslagenaffaire. Ja, het is een nog grotere puinhoop dan al bekend was. RTL Nieuws en Trouw die hebben nu naar buiten gebracht dat ambtenaren van het ministerie van Financiën op eigen houtje aanpassingen hebben gedaan in een onderzoek dat werd gedaan aan de Belastingdienst. En de Belastingdienst die werd onderzocht omdat ze belangrijke stukken achterhield. En die stukken die gingen dan weer over rechtszaken die ouders hadden aangespannen toen ze in 2014 plotseling geen kinderopvangtoeslag meer kregen. Meneer Wiebes, in uw vorige functie zat u op Financiën. De Tweede Kamer was ook al onvolledig geïnformeerd hierover. Hoe kan het dat er zoveel misgaat? Het is een hele, hele ingewikkelde dienst, dat staat voorop. En het is altijd ingewikkeld om die complexe fiscale zaken ook netjes uit te leggen. Maar laat ik vooropstellen, mensen die onderzoek doen naar iets moeten altijd alles boven water kunnen krijgen. Maar heeft u het idee dat hier dan iets mis is gegaan? Nou, dat weet ik niet goed. Daarom zeg ik, onderzoekers moeten gewoon vrij toegang hebben en moeten kunnen onderzoeken en zeggen wat ze willen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk goed gebruik in Nederland dat er hoor en wederhoor is. Dus dan leggen de onderzoekers dat hoort tot de procedure, wel stukken voor. En dan om te toetsen of het allemaal wel klopt. En wat hier precies gebeurd is, dat weet ik ook niet. Ik heb de mailconversatie niet gevolgd, kan ik je zeggen. Maar het is, onderzoekers moeten vrij kunnen onderzoeken. Maar ze moeten ook ontvankelijk zijn voor kritiek als dingen niet kloppen. En wat hier aan de hand was, weet ik niet precies. Okay.